Dag vrienden van de show. Leuk dat je kijkt. Vlog van week 19. Deel 1 van 1. Meer is er niet. Het was de tweede week van de meivakantie, dus ik had mijn oudste dochter mee. En in die week had ik ook hemelvaart, dus het was sowieso wel een kortere week. En ik heb heel weinig gefilmd onderweg eigenlijk. Voornamelijk omdat ik eigenlijk even met mijn dochter even heel veel 1-op-1 quality time had. We zien elkaar veel te weinig en lang verhaal kort. Moest even een beetje de banden aanhalen, zeg maar. Nou, dat is prima gelukt. Het was berengezellig met z'n tweetje. Heel veel gelachen. En alleen, ja, dat zijn die dingen die je hoeft te filmen. Ja, ook gewoon 3 uur lang allemaal verschillende nummers elkaar laten horen. Spotify, dat soort flauwekul. Maar het was heel leuk, heel gezellig. Ja, maar natuurlijk woensdagmiddag al met de 4 uur boot terug. Dus donderdag nacht om 1 uur van boord op hemelvaartsdag. Vol gas Duitsland heen. Maar dan ben je in Nieuwleuzen, hemelvaartsdag. Sta je 24 uur stil. Nou, toen zijn we met z'n tweeën even lekker naar de dierentuin geweest. Emmen. Daar hebben we een abonnement ervan, dus mooi. En vrijdagmorgen nog een half klungelrundje in de wijk. Even. We zijn nou uiteindelijk, geloof ik, naar Ede, laden, lossen, laden en weer terug. Nou ja, dat heb ik niet eens op tape staan. Ik heb 1 foto genomen, geloof ik. Dat was het. Dus het was een korte. Het is mijn video, dus sorry. Moet even wachten. Schrale troost. De week dat ik dit nu film en gemonteerd heb. Ik ben nu in week 20. Ik weet niet eens of ik dat in 1 week ga krijgen. Volgens mij moet ik gewoon in 10 stukken hakken en over 2 weken verdelen of zo. Dus deze wordt ruimschoots gecompenseerd. Believe you me. Geniet ervan. En tot over weer een week. Goedemiddag vrienden van de show. Het is alweer maandagmiddag. We zijn weer in Zweden. Tweede week van de schoolvakantie. Dus dat betekent dat ik hier een pasje hier bij me heb. Nu mijn oudste dochter. Hoi. Juppie. En een kort beetje deze week. Het is hemelvaart. Ik denk natuurlijk alles dicht is op donderdag. Dus nu 32 gelost in Malmö. Nu onderweg richting Nol. Gaan we morgen vroeg lossen. Dan door naar Uddevalla, naar de Bauhaus waar we vaker geweest zijn. En ook naar ExxonMobil in de havens. En dan zijn we weer leeg. En dan gaan we nu daarna weer terug naar beneden. Aan papier laden in Göteborg, geloof ik. En zitten we morgenavond door op de boot om 10 uur. Kort weekje. Dus ik weet nog niet helemaal hoe dit uit gaat pakken allemaal. Wat ik de rest van de week ga doen. Maar dat gaan we maar meemaken. Dus nu ga ik op 13, een beetje miserig, een beetje grijs. Het wordt wel een gezellig weekje. Hoi. Goedemorgen vrienden. Het zojuist gelost in
Nol. En we rijden nu op de E45 richting Trollhättan-Karlstad. We gaan nog even richting Uddevalla, waar we gisteren ook zijn. Het tweede restaurant bij de Bauhaus in de havens. Die we vaker hebben gezien die locaties, maar het blijft gewoon mooi. Normaal dan rijd ik eigenlijk langs de E6. Omhoog, maar ik pak me toch even een stukje E45, omdat ik altijd eerst weer terug moest naar Göteborg. En dan zo meteen langs Lille, Edith, bovendwars, door de Boersboers. Dan gaan we toch naar de E6. En goed, dit is hier gewoon schitterend. Graadje of 8. Beetje bewolking. Heerlijk. Ik laag niet. Zeven adressen vandaag en morgen. En dan gaan we morgen met de boot terug. Morgenmiddag pas, niet vanavond. Dus we mogen nog eventjes wat langer genieten van dit schitterende land. Oh, kijk nou man. Wat verdikke man. Tranen in mijn ogen, zo mooi. Hoe mooi Zweden is. Ja, wat een schitterend stukje weer om te toeren. Nou, het is over het geslinger. En door. Nou, goeiedag. Nou, wat zeg ik altijd over planningen? Planningen die zijn heel mooi. En planningen en praktijk komen nooit overeen. Het was in Uddevalla, de laatste adres om te lossen. En dan heb je van, nou, planning gaat om, want die bak papier die je gedaan in Göteborg die komt te vervallen. Wordt stukgoedwerk, pilletje hier, pilletje daar. Ja. Dus in plaats van de boot van 10 uur vanavond hebben we de boot morgen 4 uur middag. Het nu in Göteborg, laatste adres erin. En dan gaan we naar morgen vroeg laden in Brusselruut. Een van de machine van 3,3 meter, dus dat is mooi. Halmstad, nog een paar adressen in Malmö. En dan wordt het boot om 4 uur. En dan om ergens op Maria Himmelvaart door Duitsland heen. En dan zien we ongeveer de donderdag nog een. Ergens morgen zijn we in Nieuw-Leuzen. En dan zal waarschijnlijk gewoon een dagje niks worden. En vrij nog een beetje een tour. En sessa. Nou, voor nu. Het is straal mooi weer, 17 graden of zo. Het is een beetje erbij. En ja, 17. Ja, 17, hartstikke mooi. We gaan morgen richting Brusselruut. Gaan eens even kijken waar we kunnen slapen vannacht. Het is nu 20 over 3. Brusselruut is denk ik een 2,5 uur rij of zo. Gok ik. Kiekflip. En dan morgen tutteren we verder. Kom zin en die machine wordt wel leuk, denk ik. 3,3 meter, 1000 kilo. Wat wel leuk. We gaan. Jo. Geniet ervan. Ja, daar staat hij. En daar gaan we even helemaal omheen. Dit zijn wel van die plekken weer die je denkt van, ah,
hoe heb ik het voor elkaar gekregen om die te vinden? Gewoon langs rijden en eraf klappen. Oh, kijk nou. Af en toe nog een auto voorbij komen. Vogeltjes fluiten. Door het gebouw. Alles. Schitterend. Beroepstoerist.
als Burseruut. Heel schattig mini-dorpje waar we nu heen tuffen. 60, 70 kilometer weggetjes. Kun je harder. Wil ik niet. Tijd van de wereld. Een mooie machine erin. En nu naar Halmstad. Oh, dat is een hartstikke mooie tijd. Dus, ga niet stressen. Helemaal niet nodig. Thank you.